Ik ga gewoonlijk voor een klantje, mijn vleeskroket. Is het waar dat je in Ibiza ooit een kindje hebt gered? Stoofles dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajaantjes wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, zelt het. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietcast. Hey, wauw. Met Peter van de Pauw. Ja, welkom bij Frietcast. Een heel bijzondere aflevering vandaag, want mijn gast is iemand die ik al bijna een kwart eeuw ken. Een kwart eeuw, hè? Dat is echt zot. Als theateractrice en comedienne vierde ze dit jaar haar 50 jaar op de planken. En haar kennende doet ze daar zeker nog wat jaren bij. Ze speelde in talloze televisieseries als De Regel van 3S, Rip Like Me, Danny Lewinsky, Flikken en nog zoveel meer. Ze schreef samen met haar collega's televisiegeschiedenis met FC De Kampioenen, de langstlopende en populairste sitcom van de Lage Landen. Ik word daar niet voor betaald om dat te zeggen, want dat is gewoon zo. Tot op vandaag en al meer dan 33 jaar wekelijks en soms zelfs dagelijks op tv. In de jaren 90 was ze samen met de drie andere championets het Vlaamse alternatief voor de Spice Girls. De meest sympathieke barvrouw of barmoeder van Vlaanderen, Danny Heylen. Dag Danny. Dag Petra. Ja, ik heb wat gegoogeld wat jij allemaal gedaan hebt. Hè? Ja, god, ja. Het is veel, hè? Ik ben toch ook al lang bezig. Maar ik wist dat er waren dingen bij dat ik niet meer wist zelfs. Ja, Rip bijvoorbeeld, ja, dat was iets dat ik ook eigenlijk niet wist. Was dat een grote rol? Of? Dat was, in die aflevering was dat een grote rol, maar dat was maar één aflevering met Ben van Oostade nog. Ja, nou, okay. Dat was wel heel leuk, ja. Ja. Dat was toen zo'n schone jongen, hè? Alleen nog altijd. Nog altijd, hè. Ja, ja. Zeg, ja, Danny, ja. Ik weet niet of jij vertrouwd bent met het Frietcast gegeven. Ja. Ja, want ja, jij luistert wel eens, hè? Ik heb geluisterd. Ja, je moet wel, hè. Je moet wel, hè. Nee, ook omdat ik zin had. Ja, okay. Omdat ik nieuwsgierig was. Ja. Zeg, Danny, de vraag die altijd al gesteld wordt in al die afleveringen die al geweest zijn, is als je naar de frituur gaat, wat bestel jij dan? Een kleintje. Zonder zout. Zonder zout. Altijd. Met tartaar saus vind ik heel lekker. En dan af en toe zo'n currywurst speciaal. Vind ik geweldig. Echt, ja? Ja. Ah, ik ook. Ik doe dat ook altijd. Ja. En dan een servela, rauwe servela. Daar proef ik ook van. En de rest is voor de honden. Ah, ik dacht voor Frank, voor uw man. Nee, Frank die eet helemaal anders. Dat is satékes en alles. Ah, ja. En bij mij eigenlijk liefst rauw. Behalve natuurlijk die speciaal, wat is dat, currywurst speciaal. Die is gebakken. Maar de servela is rauw. Ah, okay. Ja. En de currywurst speciaal, is dat dan met tomatenketchup of met curryketchup? Ze vragen bij ons vragen ze altijd. Dat weet ik zelfs niet. Volgens mij is het met tomatenketchup en dan wordt daar nog mosterd bij gedaan. Mosterd? Ah nee, dan is het curryketchup. Ja. Oh ja, want dat proef. Het smaakt wel naar mosterd. Het smaakt gewoon lekker. En mayonaise, hè. Mayonaise toch ook, hè. Oh, ja, 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 ja. Het is zo'n vreselijk ongezonde boel op die curryworst, maar ik vind het dan zo... Dat is dan ook maar zelden dat ik dat pak, maar dan vind ik het geweldig. Het is wat ongeval in de tunnel gevoel, hè, zo dat. Ja, ja. Maar dat is wel leuk, hè? Ontzettend lekker. En doen jullie dat vaak? Nee, vroeger wel. Ik weet ook niet waarom dat nu veranderd is, maar vroeger, ja, dan was dat toch vrijdagavond of zaterdagavond dat ik frietjes ging halen. Want dat is bij ons in de straat, dus. En een goede frituur. Maar nu minder. Ja, ik denk dat Frank bakt de fritten. Ah, is het waar? Ja, Frank bakt de fritten. Ja, oh, dat had ik nog niet in hem ontdekt. Ja. De fritpot. Ja, dat doet hij nu. En dan vind ik, dan is dat wel lekker thuis ook. Maar dat wil niet zeggen, als ik in het Fakkeltheater speelde, dat ik wel in de number one, de frituur, bij Maria soms frietjes ging halen. Ja, dat vind ik wel tof, zo na een voorstelling. Ja, dat is wel fijn, ja, vind ik ook. Maar dan is dat wel zo, dan is zo'n beetje wel de code van gedeeld uw friet. Ja, maar dat vind ik niet erg. Nee. Want Ellie krijgt die dan toch niet helemaal alleen op. En oh, iedereen mag proeven. Ja. 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 Maar ik heb wel, als ik thuis ben, dan heb ik wel graag dat mijn baksken is. Dan deel ik echt niet graag. Ik vind dat niet zo erg om te delen, omdat ik nogal een proever ben. Dus, en veel mensen
die ik ken, hebben dat niet zo graag. Ik vraag het altijd eerst, maar in het restaurant mag ik eens proeven. Ah, echt? Van, jij bent zo dat type? Ja, ik ben dat type. Frank heeft dat ook niet zo graag, maar hij laat mij wel proeven. Ja. Dat is geen deugd, dat is een ondeugd. Dan heb ik iets op mijn bord, dat is lekker, en dan zie ik het bord aan de overkant. En dan denk ik, oh, misschien had ik dat moeten vragen. Maar als ik dan eens kan proeven, dan ben ik tevreden. Maar ik vind dat wel schoon dat je daar ook vooruit komt. Ja, ja. Maar er zijn mensen die dat echt niet graag hebben. Ik heb dat echt niet graag. Ze moeten van mijn bord blijven. Dus ik doe dat ook niet bij iedereen. Maar als ik weet zo... Met mij mocht jij dat doen, dat weet je. Oké, voilà. Maar ik denk dat jij misschien ook wel een uitzondering bent van een persoon die dat mag doen. Ja, maar ik zal het ook altijd eerst vragen. Kan hier iemand bord gewoon zo wat, een beetje vlees... wegkapen, ik vraag het altijd. Want bij mij is dat zelfs zo erg dat ik zo... Bijvoorbeeld zo in een werksituatie pak je zo vaak je flesje water in de dag. Hè. Ja. Nu is dat zo van die flessen dat je zo voor jezelf bijvult en hè, zo herbruikbaar. Maar dat was zo'n tijd dat je eigenlijk enkel zo plastic flessen had. En dan was er eens een collega die vroeg aan mij... Petra, zou ik eens van je fles mogen drinken? En ik zei, je mocht ze houden. En die was eigenlijk nog vol. Omdat ik daar zo vies van was... Dat iemand daar dan van drinkt en dat ik daar dan weer moet van drinken. Ja, maar dat kan ik nu wel verstaan. Op wat zit ik nu toch dikwijls... Ja, met de repetities toch de D van Danny. Op een van die flesjes dat van mij is. Ja, dat is zo dat toch... Dat doe ik ook wel, ja. Ja, maar bij eten, ja, oké, ça va, dan kan maar het Maar bij eten... En ga je dan ook zo met een vork daar zo in? Nee. Ik krijg dan het stukje wat ik gevraagd heb op mijn vork geprikt. Dus dan is er niks aan de hand, hè. Zeg, en Danny, je zei van, ik ga de frietjes halen. Is dat dan altijd het rollenpatroon dat jij die gaat halen? Ja, ik ga die altijd halen, ja. Voor zo'n vrijgevochten vrouw te zijn. Ja, ja, en dan ben ik een slaafje. Ja. Dus zoals de crème glace, als de kar voorbij komt. Ik hoor die ook beter dan Frank, natuurlijk. Dan ga ik ook de crème glace halen. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, dat zijn zo dingen. Maar op zich vind ik dat eigenlijk niet zo erg. Nee? Nee. Ik vind dat wel leuk als het gehaald wordt voor mij. Dan voel ik me zo rijk of zo, ik weet niet. Ja, deel van dat ding. Nee, maar... Bon, als we dan thuis zijn, dan worden de frietjes voor mij gemaakt. Hè? Ja. Voilà, dus dat is dan compensatie. Ja. Ja. En wij nu zeker, wij wisselen af. Als ik echt geen zin heb om eten te maken, dan doet Frank dat. Ja, oké. Okay. Dus dan is het, ja. Maar er wordt eigenlijk meestal wel vers gekookt. Wat noem jij vers gekookt? Ik heb gehoord dat de diepvries groentjes eigenlijk heel vers zijn en dat die soms verser zijn dan dat je ze in de winkel haalt. Dat noem ik dus, wel vers gekookt, hè? Ja, maar dan wordt dat wel bewerkt. Hè? Maar je kunt gewoon eten afhalen dat klaar is, dat iemand anders heeft gemaakt? Of? Maar dat gebeurt niet veel. Nee. Maar dat moet niet, hè? Dat moet niet, hè? Nee, maar ik ben geen keukenprinses. Hè. Ik doe dat ook niet zo graag. Ah. Daar kom ik en ik vind dat ook niet erg. Ik heb andere kwaliteiten. Nee, ik ben geen keukenprinses, maar ik kook wel. Ja. De gewone dingen. Maar ja, wij kunnen soms bij mensen gaan eten en dan is dat echt heel lekker en met liefde en klaargemaakt. En ik vind dat een kunst. Ja, dat is een talent ook, hè? Een kunst, ja. Is dat iets wat jij zelf hebt meegekregen? Ja, dan niet echt. Ik heb dat niet meegekregen. Nee. Ja, om twee redenen. De eerste reden is dat mijn mama... Oh, die kookte. Die kookte wel, maar zo voor 2-3 dagen, want die had een fulltime job. Dus ik kan geen stoofvlees meer zien en alle stoofpotjes. Ik maak het niet en ik moet het ook niet hebben. Omdat ik het als kind zoveel heb gegeten. Hè. Wat weet ik wat, vrijdag stoofvlees met frietjes en zaterdag met pureepataatjes. En omdat het stoofvlees een tweede dag beter en lekkerder is. Dat is wel waar, hè? En dat is ook waar, maar ja... Mijn moeder had 500 of 600 kookboeken, maar van koken kwam niet zoveel, niet speciaal koken kwam niet zoveel in huis. En dus ik heb dat ook niet meegekregen. En als ik het dan eens probeerde, ons mama was nogal een heel precieze vrouw in proper tijd. Dus ja, ik mocht dan wel koken, maar het moest allemaal proper blijven, dat kan dus niet. Plus ik zat op internaat, dus ja, wanneer zou ik dan dat eens uitgeprobeerd hebben? De zaterdag of de zondag. Maar ik heb het niet echt van thuis meegekregen. En ik heb een zus die het eigenlijk ook niet graag doet. Allee? Ja.
Ja, dat hoeft niet, hè? Nee, nee. Dat hoeft niet, hè? Nee, ik heb mij dan misschien in het begin wel wat schuldig gevoeld. En ik heb het één keer geprobeerd op kot, dat er vrienden kwamen eten. En ik denk, oké, en wat doe je dan in plaats van de boek van de boerenbond te pakken? Mij is altijd gezegd dat je daarmee moet beginnen. Probeerde ik echt een heel moeilijk gerecht. Ik weet nu niet meer juist wat het was. Dus je gaat al die ingrediënten kopen die vrij duur zijn. Ja, dan mislukt dat eigenlijk. En dan heb ik het opgegeven. Maar dat was dan een teken dat ik het echt niet graag deed. Want anders zou ik terug opnieuw begonnen zijn. Ja, maar je hebt ook andere talenten. Ik heb andere talenten. Allee. Voilà. Je kunt niet alles kunnen, hè? Nee. Zeg, Danny, jij bent van... Ja, toch een paar generaties voor mij. Hè? Een paar, hè? Dus twee. dat is een goeie. dat is eigenlijk een vraag die ik nog nooit aan jou gesteld heb. Hoe zijt jij eigenlijk terechtgekomen in het conservatorium? Want voor die een tijd leek mij dat toch niet zo evident. En ik denk dat uw mama... Bij zo de verhalen dat ik al gehoord heb over uw mama, dat was een beetje zo ons Madeleine van de kampioenen. Dat was toch zo wat een chicere madame, hè? Ja, dat was, ja, een beetje. Dus, is het waar? Ja, zo... Hè, ja. Zo allee, de afgezwakte versie, maar... Ja, het was toch de afgezwakte versie. Zo ja, een strenge, denk ik... Ja. Dus, en een beetje ook wat gaan de mensen denken, hè? Ah, wel. Moest allemaal in orde zijn, moest allemaal perfect zijn. Hoe heb je dat verkocht gekregen? Oh, dat heb ik eigenlijk al. Maar ja, jij bent echt van verschillende generaties later, ja. Jenny Tangen, hè. Die nog in de kampioenen de moeder van DDT gespeeld heeft. Die gaf bij ons in de humaniora, hoe raar dat dat ook klinkt, in mijn tijd gaf die dictieles. Dat was niet zo evident. De twee laatste jaren allee. Kregen wij daar dictieles van bij de Blauwe Nonnen, dus de zusters van Onze Lieve Vrouw in Berchem. Een heel goede school trouwens. En wij kregen daar dictieles van. En ik wou graag theater doen. En die heeft mij eigenlijk voorbereid een beetje. Omdat wij daar ook theater deden. Die maakte met ons een stuk of ze speelden een klassieker. En die heeft mij gezegd, kijk, neem dat stuk en neem dat. Dat waren fragmentjes. Neem een ernstig fragment en neem een lichter genre. En dan heeft hij mij daar zo wat mee geholpen. En ook met het oudercomité, het oudercontact. Mijn moeder ging naar het oudercontact. En mevrouw Tange, Jenny, dat was eigenlijk een mevrouw die er stond, hè, die was, daar keek je naar op. Een luide stem ook, moeder, zo'n... Ja, een zeer mooie, luide... Draagkrachtige stem. Ja, en die zei tegen mijn moeder, mevrouw Helen, uw dochter heeft talent. Zo, ik hoor daar zo zeggen. En het is eigenlijk door ook met mijn moeder te praten, zij... dat mijn moeder dan uiteindelijk heeft gezegd, oké, ga dan maar toelatingsexamen doen. En natuurlijk, als het briefje in de bus lag dat ik door het toelating, fijn dat ik aangenomen was, ja, dan kon ze niet meer terug natuurlijk als moeder. Maar ze had liever gehad, ook al in die tijd, van eerst een beroep. Een serieus beroep, want toen, zeker in mijn tijd, dat waren allemaal hoeren, hè. Degene die actrices wilde worden. Ik had ze nu heel cru gezegd, maar... Werd dat echt zo gezegd, ja? Ja, dat werd toch wel... Ja, actrices, dat waren geen serieuze vrouwen. Ah, ja. Nee. En in die wereld van acteurs en zo... dat was een heel verleidelijke wereld, zo. Ja, toch, als ik zo jong was. Ja. Hè, dat we spreken van de jaren 65. Allee, zat ik nog in de Majora. Jaren 70, bon. Ah, ja. Begin jaren 70. Maar goed, oké. En ben ik toch begonnen. Is daar dan ook een wereld voor je open gegaan? Zo wel een vrije wereld. Hè. Natuurlijk, ik wist niet een andere wereld. Een hogeschool, dat kende ik niet, want ik was direct na de humaniora. Maar ik zat dan wel inderdaad in het internaat. En ineens, pop, vrijheid. Hè. Vrijheid, alom. Ja, en feestjes. Heb je het ervan gepakt? Ja. Ja, want toen conservatorium, dat was... Wij kregen les van, grote namen. Toen de KNS, het Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Maar die mensen die waren zelf nog stukken aan het spelen. Dus we werden soms wel eens wat aan ons lot overgelaten. En dan moesten we ons een plan trekken en zelf dingen ineensteken, wat ook weer heel goed was. Maar we hebben ook wel veel feestjes gebouwd. Ja. En op welk punt in uw carrière heb je eigenlijk ontdekt of het is meer de comedy dat mij ligt of het serieuze? Eigenlijk was dat al in conservatorium. Ja? Ja, dat was Luc Philips, die
dat al in mij gezien, ja. Ik heb daar dan wel, ik heb ook wel voor mijn, eindexamen heb ik wel een ernstig ding gedaan ook. Maar ik mocht toen toch al, de comedy, Molière, maar dan de comedy, de meid spelen en de, allez, afwisselend. Maar toen was dat al in die richting als ik aan het studeren was, ja. Ja. En was dat eigenlijk daarvoor ook al, dat je zo mensen, dat jij makkelijk mensen aan het lachen kan brengen ook? Ja, als kind. Ja? Ja, als kind wel, ja. Zeker als ik klein was, ik ging op een stoel staan en ik begon te vertellen. En ja, dat was dan blijkbaar grappig. Of ik maakte een opmerking als klein kind van dat iemand mijn Peter verjaarde. En een hele redenvoering en weet ik en babbelen. En ik ging op een stoel staan en ik kon bijna niet babbelen. Ik zei, tante, of Felix, lach. Ja, voor liedjes zingen. Dat zat er echt in. Ja, het zat er blijkbaar toch al wel een beetje in. Ja, en dan eigenlijk bijna in het Reizend Volkstheater is dat toch ook zo. Ik heb daar wel ernstige dingen gedaan. Maar ja, het was toch wel vlug dat ik goed was in comedy. Maar er zijn er ook... Allee, zelfs vandaag, toch niet zoveel zoals jij, hè? Danny? Ik vind dat onwaarschijnlijk. Ik weet niet, bij Herman heb ik dat ook altijd zo'n beetje, dat gevoel voor timing. Wel ja, dat is iets. Dat zit in je fysiek zo, hebt of niet hebt. Ja, ik denk dat je dat moeilijk kan aanleren. Dat weet ik eigenlijk. Dat is altijd moeilijk gezegd, maar je hebt nog wel vrouwelijke... Allee, acteurs, actrices die dat kunnen, maar inderdaad misschien niet zo... Enfin, en ook het gevoel van timing samen met een collega. Dat is ook... ik had dat heel erg met Carrie, maar ook met andere collega's. Dat het gevoel dat je goed samenspeelt, dat je ritme en je timing goed samengaat in een comedy. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Dat je dat ook van elkaar aanvoelt. En dat is iets dat... Ja, dat je hebt. Ja. Hebt of niet. En dat tikkeltje erover gaan, zonder dat een karikatuur wordt, dat is ook aanvoelen. Dat is aanvoelen. Ja, dat is goed. En de techniek. Er zijn het, ja, comedy al. Het is toch ook een ambacht, hè? Het is allemaal wel talent en zo, theaterspelen, maar het is toch ook een ambacht, vind ik. Er zit ook techniek in comedy spelen. Veel meer dan, denk ik, dan in de dramatische... Wat is het grootste? Ja, ik vind dat heel moeilijk om dat uit te leggen. Ik heb soms het gevoel dat je, als je bijvoorbeeld in een dagelijkse soap zit, dat mensen gekozen worden die op een of andere manier dichter bij dat personage staan. Omdat je dat elke dag moet spelen, heel klein moet spelen, je moet dat gewoon spelen. En zo in comedy wordt dat vaker zo... Ja, je moet uitvergroten, je moet ook je sterktes, je zwaktes heel hard kennen. Van hoe dat je moet je lelijk durven maken ook en zo van die dingen. Ja. Ja, is dat niet zo'n beetje, maar dat is het leuke juist. Is dat niet zo'n beetje het grote verschil? En natuurlijk, er zit altijd iets, zeker ook vind ik, ook voor comedy, er zit altijd... Je moet altijd bij jezelf beginnen. Mm-hmm. Want anders plakt je erop en dan is het niet oké. Dus ook een komisch personage zal altijd iets van jezelf inzitten. Maar ja, hoe ernstiger je bent, hoe grappiger het wordt. Hè? Ja. Je moet het echt heel erg menen. Dus je moet al niet gaan zeggen van ha, nu ga ik plezant doen. Want dat is echt het slechtste dat je kunt doen. Dus je begint vanuit jezelf en vanuit de realiteit. Ja, jezelf relativeren, ook in je personage. Ja, ik vind, en ik kijk rond ook. Ik kijk naar mensen hoe ze zijn. Is dat bijna een notitieblokje bij? Also, iets in je handtas dat je zo dan dingen opschrijft ook, of niet? Nee, niet echt. Maar wel kijken en denk, ja... Ook omdat je soms dingen doet in comedy dat de mensen zeggen, dat is erover. Nee, dan heb ik dat wel gezien en dan... En dan verwerk ik dat. Ja, ik vind comedy spelen heel moeilijk om uit te leggen. Mm-hmm. Maar ja, het is ook een gevoel van timing en ritme ook.
Ja, en gewoon je personage. Ja, op een gegeven moment zijt je dat personage. Allee, ja. Ik heb geleerd in mijn tijd, was het nog transformeren. Het was niet uzelf zijn in dingen, maar transformeren naar het personage. Misschien is dat ouderwets, dat weet ik niet. Maar ja, ik heb dat... Ja, je denkt over een personage na en dan op een gegeven moment voelt u daar zo lekker in. En dan denkt u, oké, ja, en die doet dat. En dat doet u dan met uzelf. En dan met een versmelting van uzelf en een personage. En een iemand die je denkt dat oké is. En dan gaat dat samen. Ja. En dan, ja... Daar komen we misschien automatisch uit bij Pascal de Bakker. Ja, want je zei van, Carrie was zo'n beetje mijn sparringpartner in het begin, waar dat mee klikte. Ja, ja. Ben jij dan ook met hem naar de Kampioenen gegaan om een test te gaan doen? Hoe is dat? Dat was heel leuk. Dus we moesten allemaal auditie doen. En hij was blijkbaar, want we wisten het niet van elkaar, hij was blijkbaar 's morgens auditie gaan doen voor de mannenrollen. En ze hadden hem gevraagd, kijk Carrie, vanmiddag komen de vrouwen. Wilt jij even repliek geven? De vrouwen. En Carrie had gezegd, ja, dat is goed, prima. En dus de vrouwen komen in de namiddag. En Carrie zat daar en denkt, wat komt dat? Oh, ik heb een plezier dan. En dan hebben wij zo gezegd, oké, wij gaan... Of ze hadden ook gezegd, doe jullie ook. Mm-hmm. En dan inderdaad, ik herinner dat nog, dat Carrie zei, kom, we geven er een lap op. En wij hadden al theater gespeeld, dus wij voelden heel goed aan hoe dat we ons timing en ons ritme, dat zit toch wel een beetje in uw hoofd. Ja, en dat, ja. En dan zei toen, was dat Willy van Duren, jullie hebben al samen gespeeld, zeker? En zeiden we, ja, natuurlijk. Ebla, en ja, en het was in die familie, enfin, dat koppel was direct geboren. Ja. Ja, dat is dan, want dan heb je ook geen stress waarschijnlijk. Als dat iemand is met wie je kan spelen, ja, dat je veilig dat was, voelt. Ja, dat was eigenlijk heel fijn, want dat was gemakkelijk. Want ik weet, ik ben niet goed in audities doen. Ja. Ik ben daar echt niet goed in. Oh, het slechtste van mezelf komt... Nee. Je hebt mensen die daar zeer goed in zijn. Oh, nee. Dan, welke auditie heb je al verknald? Oh, maar ik heb er niet zoveel gedaan, maar... Doe je dat ook soms? Weinig, maar ik heb... En het is altijd... Dikwijls met Camilla Blaireau. Camilla is ook een heel goede comedyactrice. En wat ik verknald heb, maar uiteindelijk... Ja, en daar was ik echt even niet goed van. Het was voor Arte. Arte, hè, de Franse zender. En die hadden ook een programma waarop dat oudere dames moppen vertelden. Mm-hmm. Of verhaaltjes vertelden. En... hij wou dat ook doen... In het Frans. Hij wou dat ook doen met Belgische, met Vlaamse actrices. Dus, maar dat was een ongelooflijk arrogante man, die ook nog niet zei van, doe je jas uit. En dat was up. En ik had dat van buiten geleerd. Ja, dus in het Frans en alles. En hij wou dat niet. Hij zei die tekst, ene zin, en ik moest dan daarna die zin herhalen. Dus dat was lijkt een papegaai. Dus dat ging mij absoluut... Uw haar staat omhoog. Dat ging mij absoluut niet af. En ik heb dat dus verknald en die keek. Maar ja, ik vond het zo'n arrogante, onvriendelijke man dat ik het al niet erg vond. Maar Camilla, die zat achter mij om ook auditie te doen. En goed, ik rijd door... En op een gegeven moment, ik denk, ik ga toch eens naar Camilla bellen. En die zei ook, wat voor een man was dat, zeg. Moet ik na zoveel jaar theater dat daar komen doen? Ik wist zelfs niet wat dat die bedoelde. Dus, ja, het was dan ook niet in orde voor haar. En, maar dan was ik al opgelucht. Denk, god, als Camilla ook zegt, Ewa. En, maar dat was, ja... Dat was dan, dacht ik, ja, maar jongens. En zo goed voorbereid, hè. Want ik kan wel, ik bedoel, ik spreek wel Frans... En dan heb ik later, dat is op Arte gezien, maar dat was dan ook niet zo. En wie hadden ze dan genomen? Ja. Of echt Franstalig? Nee, ja, Franstalig. Want dat is echt moeilijk. Ik denk ook, ja, dat is ook moeilijk is om een grap moeilijk. Te vertellen. Ja, dat is dat ook niet, moeilijk. Uw eigen snap taal ook is ook... niet waarom dat ze dat deden. Nee. Maar ja, goed, dat was een Brussels agentschap die mij daarvoor gecontacteerd. Ik weet ook niet hoe of wat. Maar goed, dat was al... En als je zo'n casting doet, ja, in dit geval ja, wou je het eigenlijk ook niet echt doen, maar als je nu echt iets graag wilt doen en je hebt het dan niet, loopt het daar dan lang mee rond? Zorgt dat voor twijfel? Nee, maar ook? Ik heb nooit echt grote castings of zo moeten doen, of ik ben er niet naartoe gegaan. Nee. 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 Dat was zou kunnen, hè, dat nee, je daar zo... Nee, ik heb dat zo niet.
Nee, want dan denk ik, oké, okay, er zal wel iemand komen die het op dat punt ben ik zo geen streber, like dat ze zeggen, nee. Ja, en ook niet zo van, ja, als dat altijd... Want ik was aan het denken op voorhand van, ah ja, Danny, in wie, welke categorie van welke actrices zouden zo nog... Bijvoorbeeld, ja, Camilla Blairot. Ja, Camilla. En dingen heb ik ook zo wat. Sien Eggers, dat zou ook ja, zo iemand Sien, kunnen zijn. Ja. Dat je zo wat dezelfde rol... Ja, Sien ook, ja, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo, ja, ook dat comedy, ook serieus, ook comedy, hè, zo, ja. Allebei. Maar het zijn er eigenlijk niet zoveel, ze. Nee, nee, eigenlijk niet. Hè. Nu, de volgende generatie heb je dan wel weer, hè. Als je nu... Hoe heet dat toch, dat leuk ding nu? Loslopend Wild. Ah, ja, ja. Hè? Dat is dan... Allee, hoe heet ze? Gilda Labal? Ja, maar nee. Die nu ons grote madame die gestorven is. Reinhilde de Clair? Hey, Reinhilde de Clair. Reinhilde de Clair, ja. Oké. Okay. Ja, 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 die is ouder, hè? Die was ouder. Ja, maar dat is mijn generatie. Maar je hebt nu de generatie die erachter komt, die ook wel, like Imi ja. Massé. En... Je hebt op school gezeten. Ja. Ja? Ja. In dezelfde school, zij was een jaar ouder. Die is goed in comedy en ik heb die nu net gekeken in Rough Diamonds en die is heel, heel goed. Ja, die kan ook zo wel, ook madame. Allebei ja, zo aan. Ja, ja. En dingen, Tini Bertels, die kan ook... Allee, dat is die generatie, hè. Vind ik ook wel heel, heel knap. Was jij ook zo de generatie, Danny? Want vandaag mocht je, hè, zo bijvoorbeeld dat al zeggen, zo ge en jij, en dat maakt eigenlijk niet meer uit. Maar was jij zo ook de generatie dat het allemaal heel juist moest zijn? Ja, ja. Maar dat is dan toch na een tijd afgezwakt. Maar in de comedy, daarom helemaal in het begin, weet ik nog, zo... Nee, niet helemaal in het begin. Ik bedoel, na de Kampioenen, terug naar theater, had ik zoiets van, godverdorie, je moet comedy toch wel in het Nederlands kunnen spelen. Mm-hmm. Want dat was dan allemaal afgezwakt naar het dialect. Daar heb ik dikwijls zitten, dat altijd een beetje tegengas geven. Wat in ja. het, zo iets mooi, ja, want meestal is dat hè, Antwerpen, allez, zoals ja, Sven de Riddercompagnie. Ja, in West-Vlaams en zo. Ja, ja. Daar heb ik altijd zo wat tegen, maar... Dat waarom is ze daar tegen? Trend, waarom ze daar wat tegen? Ja, omdat ik vind dat je grappig moet kunnen zijn in het Nederlands ook. Ah, ja. Dat bedoel ik. Als je, ja, alleen, ik bedoel, in het mooie Nederlands, zal ik zeggen. Ja, ik ben nog van die generatie. Dat daar toch zo wat in zit. Zo, dat zit er nog in, ja. Ja maar nu als je ziet... Allee, ja, maar jij speelt toch ook in dialect? Ah, wel, ja, nu ja. Ja, ik moet dan wel mee. Ik moet dan wel mee, natuurlijk. Ja. Maar ik weet dan nog dat ik dat in het begin zei. Maar alleen, dat moet toch kunnen. Want in het Reis- en Volkstheater werd de comedy in het Nederlands gespeeld. Allee, in het ABN. En was dat dan grappig? Ja, oké. Okay. Je zult dan wel ge zeggen in plaats van je. Hè, ja, maar zo die echte acteurs. Ik noem dat dan zo echte acteurs. Ja, wel. Zeg maar, jij. Nee. Maar dat is Hollands, hè. Ja. Maar ik bedoel, Molière kan ook grappige, enfin, dat zijn ook het lichtere genre. En dat werd toch in het Nederlands gespeeld. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als de hedendaagse... Like dat Jeroen Maas, ja. een stuk schrijft. Maar dat, like Molière en wat weet ik nog... Wat waren er nog, de stukken? En Saunders en weet ik wat. Dat werd toch in het Nederlands gespeeld. Mm. Mijn eindexamen was het Hemelbed van Jan de Hartog. Was ook het lichtere genre. Dat werd niet in Vlaams gespeeld voor mijn examen. Dus dat moest dan... Dat moest dan toch ook kunnen. Ja. Niet het bekakt, hè. Nee. Maar ja, dat komt wel wat bekakter over dan... Allee, dan zo gewone taal. Allee, straattaal, hè. Maar jij praat toch mooi? Ook niet. Nee, jij praat niet perfect. Maar ik praat ertussen zo. Maar jij praat geen dialect, hè? Nee. Wel, dat bedoel ik. Heb dat ook nooit geleerd. Allee, bij ons thuis was dat... Mijn ouders die praten echt plat. Ja? Maar die hebben toch altijd zo precies zo tegen ons zo wat... Meer zo de A en de I en zo, dat proberen juist te zetten, zo. Die deden dat precies tegen ons. Was wel in het Antwerps. Maar niet het platte, het echt platte Antwerps. Mm. Maar wel in het Antwerps. Behalve mijn moeder aan de telefoon. Als er iemand vreemd was, was ook een beetje zo... Ja, Pascal. Ja. Dat was dat in het mooie Nederlands. Dat was in het mooie Nederlands. Oh, en als mijn zus, die vermoordt mij als ik dat zeg. Maar ons mama had iets van Pascal van de Kampioenen. Maar niet zo met een hoek af. Heb je daar Pascal ook op gebaseerd? Ik heb daar wel een beetje aan gedacht. En ook... ons moeder kon... Ja, ja, wat gaan de mensen zeggen? Hè? En goed, een goede opvoeding en...
Ja. Ja. Ah, dus je hebt met wie echt... gaat mijn dochter thuis komen? Ja, echt? Ja, ja. Ja, het zat er toch wel, maar niet zo... Nee, allee, niet maar... like dat ik Pascal speel. Zo erg was het niet. Maar toch ook wel, ja. Je hebt goeie manieren. En, je mama uitvergroot. Ja. Ja. Dat, ja, ik heb dat toch wel een beetje van ons mama, ja. Ja. En zo met dat handje, van waar komt dat dan niet? Zo dat handje aan de keel, dat Pascal... Ach. Eigenlijk weet ik dat niet goed, maar ik denk dat ik dat iemand heb zien doen die nogal nuffig deed. Maar ja, ineens was dat daar. Maar dat was het niet van in het begin bij, hè? Dat handje? Dat weet ik niet meer. Ik weet dat ook niet. Dan moet ik eigenlijk eens... Zou je eens aan Niels of aan Gugabau moeten vragen? Ja, die gaan dat weten. Dat weet ik zelf nu niet, dat zou ik zelf moeten zien. Wanneer dat er... Misschien de eerste aflevering niet, hoor. Nee. Ik denk, ik denk dat ook gekomen is omdat ze zich altijd bijna gechoqueerd voelde door wat dat Oscar deed. Van, oh, en dat het dan zo... en dat ze daarvan... Oh, en wat zullen de mensen zeggen? Ja. Dat is een heel goeie. En ik denk dat ik daar dan een handeling bij gevonden heb. Maar ik weet niet meer. Oh, dat weet ik nu niet meer. Ja. Wanneer dat van de eerste aflevering daarbij zit. Dat zijn zo van die dingen die ik... Ja, nu vraag je mij dat, hè. Hey. Ja, ik kom daar gewoon op, omdat ik denk daaraan. Zo, dat is echt zo, toch zo... Hè, dat werd dan ook bij Tegen de Sterren op. Werd dat ook wel... Uitvergroot. Ja, uitvergroting van een uitvergroting. Ja, tuurlijk. Ja. En dat is zo wel... Bij Pascal is dat zo toch wel het dingetje, hè. Ja. En zo wat aan een raar trekken. Want dat is wat meer gekomen omdat mijn pruik wat omhoog schoof. En dan kon ik die van beneden trekken. Maar dat was ook een heel goed... een trekje van Pascal, zo aan raar zitten prutsen. Maar dat kwam meer uit het praktische overwegen. Want in het begin speelde je niet mijn pruik, hè? Dat was het echte haar met mesjes. Ja. Ja. En waarom zijn dan mijn pruik begonnen? Omdat ik eens een andere kleur wou. Omdat ik eens een andere kleur dan dat blond op mijn haar wou. En ik heb één keer eens een beetje zo Venetiaans, dus niet echt ros, maar licht ros zo. En dat was heel schoon, maar dat mocht niet. Ah ja. Nee, dat is één week geweest. Eén week, denk ik, ik weet niet meer welke aflevering, één week is dat op antenne geweest. En dan zei ze, nee, jij moet blond, de twee jongsten moeten bruin en Carmen moet ros. En jij moet blond zijn. Dus, en dan hebben ze dat moeten blond maken. En dat was een hel. Want daar op dat ros... Oh, dat waren wortelkleur was dat even. Ja, dat ging heel slecht. Oh, eigenlijk allemaal grappig, hè. Eigenlijk is dat allemaal grappig. Wat je dan allemaal doet voor de kunst. Ja, dat is zot, hè. Ja, maar ja, daardoor, inderdaad, als je zegt van ja, je wilt dan eens een andere kleur hebben. Ja, of voor een andere rol tussen de opnames van de kampioenen. Ook al. Dat gaat eigenlijk niet, hè. Nee. En dat is vrij. Ik heb toch het eerste jaren met mijn eigenaar. Ik denk toch... Maar als je me dat nu vraagt, wanneer is dat veranderd? Ik denk na het vijfde of het zesde jaar. Maar ik ben niet zeker. Ik denk dat wij elkaar... Wacht, ik denk dat wij elkaar wel al kenden... En dan was het al langer dan 10 jaar dat je speelde. Toch al met mijn eigenaar. Ik herinner me nog van die pruik, herinner ik mij plots dat die er, dat was. Maar dat weet ik nu niet meer van buiten. In elk geval, op een gegeven moment was ik daar een beetje beu. Natuurlijk, je kunt met een pruik, zeker een korte pruik, weinig doen. Allee, weinig variatie, maar... Zo'n hoed opzetten ook, dat is ook niet zo gemakkelijk op een pruik, hè. En Pascal die heeft dat toch af en toe, zo'n hoedje. Ja, dat was leuk, die hoeden allemaal. En ik moest altijd lachen met mezelf. Die kleren waren afschuwelijk, hè, van Pascal. Die alles, maar toch, op het einde niet. Dan had ze mooie dingen aan, zo. Ja, voor de, wat is de trouw van... Ronaldinho. Of Paul en Doortje. Of Paul en Doortje, ja. Maar dat was al de film. Dat was al de film, ja. Ja, dat was een film. Maar ze had altijd zo'n lelijke kleren. En toch waren er dames die aan mij vroegen... Zeg, waar heb je dat rokje gehaald? Waar heb je dat rokje gehaald? En zo lang. Moest dan altijd... Enfin, nee, niet dat ik die mensen uitlachte. Maar ik dacht, alleen mannen vinden alle dat niet. Maar er waren dingen bij die dames, ook in Torp, toch wel oké vonden. In Torp. Ja. Ja, maar voor mij was dat echt wel ja... Van die bruine nylonkousen ook? Ook. En blouses met bloemetjes, dat is nu mode, hè, de kleren. Ja. Maar toen, vreselijk.
Maar heel goed. Goed voor mijn personage, hè, dus ik klaag niet. Een anticonceptiekostuum noemen ze dat, hè? Ja. Oh, god, dat is een goeie. Ah. Oh, dat moet ik onthouden. Oh, dat is een goeie. Ja, dat is toch, hè? Ja, dat is inderdaad, dat moet je wel zeggen. Oh ja, niks... Zeg maar, Danny, ik heb zo echt... Wat is voor u... Voor mij, voordat je kwam, heb ik er even over nagedacht. Ja. Wat ik mijn persoonlijk hoogtepunt vond bij de kampioenen, om daar achter de schermen te zijn. Ik was mee op reportage, ja, vond ik Zuid-Afrika. De film, dat we daar in Zuid-Afrika waren. Dat was niet omdat het Zuid-Afrika was, maar gewoon zo... De dag, s'avonds, na de opnames, zo in een café zitten en... Altijd lachen en het is altijd toch die goede sfeer daar geweest, hè? Ja, en je waart ook een heel periode echt samen op stap. Het was niet dat je naar huis ging. Nee, je ging naar je kamer in het hotel. Dus je waart eigenlijk van heel vroeg 's morgens, hè, want we vertrokken toch heel vroeg soms, omdat we een uur moesten rijden naar de locatie. Heel vroeg uit ons bed en dan zo met half open ogen en nog half duttend in het busje. En dan eigenlijk, ja, samen, hè. De zon kwam dan op, dat weet ik nog. En dan make-up en kleren en dan samen aan het ontbijt. Ja. Zie, en Danny, had jij geen dingen, dat waarde jij toch, dat een aap in je kamer heeft gehad? Nee, bovenop tak. Ah, maar heeft die ook niet zo in je hotelkamer gezeten, was hij? Nee, die was, jawel. Dat was de mevrouw die kwam poetsen. De mevrouw die kwam poetsen. En daar is hem achtergelopen eventjes. En dan heeft hem dus... Ja, die pakte, wat weet ik, de zakdoekjes en dan afschminken en zo in een plastieke zakje van het vuilmandje. En dat heeft hij... En ook met de melkjes en zo van de koffie. En dat heeft hij uit haar handen geritst. Er is hij mee op het dak gekropen. Heeft hij allemaal eruit gegooid. En was hij dus de melkjes aan het uitlikken. Ja, dat was een baboon, hè. Ja, ik zag die zo echt. Ik zie die nog altijd zitten op dat dak. Boven, hè. Ja. Wat is voor u zo het hoogtepunt bij de kampioenen? Welk moment heb jij zoiets van... Oh, dat vond ik zo echt een tof moment. We hebben echt toch zotte dingen gedaan. Ja, dat waren zoveel toffe dingen. Ja. Ja, 10 jaar kampioen, dat heb ik niet meegemaakt. Dat was ook... Topmoment. Ik weet nog dat ik naar Griekenland mocht. 10 jaar kampioenen. En dat normaal was voorzien dat Carrie zou meegaan om mij te verrassen. Maar die kon niet. Die kon niet weg van VTM. En dan hadden ze Frank, mijn partner, opgetrommeld. Maar ja, die moest dat dan allemaal regelen, want die bleef thuis voor de dieren en weet ik allemaal wat. En ze hadden die dan rap naar de cockpit van het vliegtuig, want die mocht mij niet zien. En we kwamen eraan in Griekenland. En ze, Frank had gezegd, ik wil dat je vrijdagavond al begint te filmen, dat ik zondag nog iets heb aan haar, dat ze mij dan herkent. Dus vrijdagavond naar het klooster, want... We gingen dan naar het klooster, want daar zou ik hem dan ontmoeten. En ik zag daar dus een Griekse priester. Hè. Ik kom even niet op de naam, hoe heette die nu weer? Stavros? Ja, nee, ik bedoel de benaming van de Griekse... Van, ja. En ik had, dat was dus Frank, en ik herkende die niet. Ik herkende die gewoon niet. Nee. En ik kwam daaraan en totdat hij dan bijna een stripverhaal van de kampioenen in zijn hand had. Ik had die niet herkend, zelfs zijn stem niet. Hij had wel een zonnebril op, hij heeft een enorme jodenneus, had ik niet herkend. Dus allemaal, dus de cameraman, de geluidsman, die vonden dat geweldig. En dan op een gegeven moment herken ik hem, dan heb ik gegild. En ik ben gewoon gaan lopen uit schaamte. Dat hebben ze allemaal gefilmd, omdat ik hem dus niet herkend had. Dat was zo raar. Allee, omdat het laatste was dat ik dacht die daar was. Ik wist dat hij thuis was, want die moest... Om de dierenbaby zitten. En ik had dat maar niet door. En daarmee, die moest verder babbelen en mij. En die zei, ik probeerde maar en jij herkende mij niet. Het was vreselijk, zei die. Maar dat was echt wel aan de andere kant een echt hoogtepunt, dat die daarbij was. Want dan hebben we natuurlijk... Dat was heel plezant erna. Maar ook, de eerste film was ook heel tof. Ja, vond ik. Dat was in Frankrijk, hè? Dat was in Frankrijk, zo. Van de kampioenen op reis, hè. Ja.
was toch geweldig. Ja, ja, we hebben eigenlijk, allee, dat was echt, we hebben echt toffe dingen gedaan. En ik zeg heel we, want ja, ik was er ook vaak bij. We hebben heel veel toffe dingen gedaan. En ook op de dingen ook natuurlijk, naar New York. Ah, ja. Dat vond ik toch ook wel geweldig. Ja. Ik heb mij daar echt, echt zo goed geamuseerd. Oh, op die boot. Allee, op die boot. Schip, zeg geen boot tegen... Cruise-schip. Ja, voilà. Ja, maar dat was toch geweldig. Alles was daar. Ja. Ja, ik was daar niet bij. Dat was even voor de luisteraar, dat was eigenlijk een aflevering. Dat waren twee afleveringen. Ja. En die speelden zich af op een cruiseschip eigenlijk. Een cruiseschip. Ja. En het was heel koud, dat herinner ik me nog. En wat daar ook heel leuk, dat herinner ik me nog zeer goed. Het was, we moesten nachtopname doen en het was echt koud. Buiten, op het dek. Het was Atlantische Oceaan en het was echt, echt heel koud. Dus had ik zwarte broek, stond daar in een soirée kleedje met zo pas spaghetti bandjes. En die kon niet meer babbelen van de kou. Even terug binnen en zo. Maar goed, die opnamen zijn dan toch voorbij. En dan zijn wij met allemaal diegenen die toen opnamen hadden, in een jacuzzi gestapt met een fles wijn in onze handen. De geluidsman, Tuur mee erin, Anneke, ikke. En ik denk dat wij daar uren aan het opwarmen geweest zijn in de jacuzzi, want daar was al water in. Dat is lang mijn bureaublad geweest op mijn computer. Echt? Ja. Dat wist ik niet. Ja. Serieus? Ik denk dat Herman, want ik was daar niet bij, die heeft dat doorgestuurd. En dat was echt zo'n grappige foto, zo al die mensen in de jacuzzi. Buiten het schip, hè. Ja. Die jacuzzi. Oh. En Anne en ik, wij zijn daar echt tot 's morgens blijven inzitten. En want 's morgens waren dan de mensen die alles moesten klaarzetten voor ontbijt en de stoelen en zo. Die begonnen dus al te werken als wij uit een jacuzzi. Dus echt, als je van een gekreukte huid, zo, hè, rimpeltjes. Ja, dat was wel het geval. Dat vergeet ik nooit van mijn leven. Dat was zalig. Na die kou. Dat was... Ja, bij de fleswijn. Maar ja, de volgende dag moesten wij dan niet werken. Alleen mochten wij slapen tot 's middags. Voordat we terug moesten opnemen. Oh, dat was... Ja, eigenlijk is dat altijd wel... Dat is nu nog, als we elkaar zien allemaal. Ja. Dat is eigenlijk altijd een feest, hè. Dat is echt altijd een... Ja, absoluut. Ook als maar ja, wat wilden we? We zijn toch ook 21 jaar... toch bezig geweest. En natuurlijk, ik bedoel, als je op een kantoor werkt, dan kun je ook goeie collega's hebben. Maar ja, wij hebben toch wel meer meegemaakt. En theaterspelen is emoties, hè. Toch veel meer emoties. Allee, theater of tv. Toch veel meer emoties dan dat je op een kantoor meemaakt, denk ik. Mm-hmm. Mag daar niet van spreken. Dus. En al die jaren, wat hebben we allemaal meegemaakt? Geboortes en sterfgevallen van moeder en vader. En dat doet toch wel wat met de mensen. En op den duur kent je elkaar ook goed. En je kent de goede kant. En je kent de kleine kantjes. En je aanvaardt dat ook van elkaar. Ja, ik denk dat jij bij mij bij bijna alle cruciale momenten in mijn leven erbij bent geweest. Ja, tuurlijk. Dat is echt zo. Ja, voilà. Dat is echt zot, hè. Dat dat is zot, hè. Zwanger. Ik denk dat ik zelfs bij u ontdekt heb dat ik zwanger was in een sauna. Er was zo'n keer een aflevering in Durbuy. Ah ja, ja. En daar heb ik dan ontdekt dat ik zwanger was. En zaten wij samen in de sauna. Sauna, ja. Ja. Oh ja, ja, dat is juist. En dan met die... Met die quad. Ja, daar was ik er al niet meer bij. Maar zo'n dag of zo dat ik was. Ah ja, dat ging een dag. Dat heb ik toen ontdekt. En dat was met u. Maar ook, we zijn ook naar de Ardennen geweest met heel de ploeg. Ja. Toen waren de kinderen nog, enfin, van Anne nog klein, van de twee Annekes, zo in een heel grote, wat die Ardense hoeven, of hoe noemen ze dat? Zo met 6 slaapkamers. Ja. We hebben echt verschillende dingen gedaan ook. Ja, dat is wel tof, en, hè. En dat was allemaal oké, hè. Zeg, en Danny, de championnet, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Maar voor mij, ik ben een kind van de jaren 90, ja. Hè. Ik deed dat na voor mijn spiegel. Ik moet dat nu even opbiechten, maar dat was een championnet. Ik had zo'n pillamp zo, en dat was mijn micro. En dan deed ik zo de fellere personages en mijn zus deed dan zo Bieke. En Doortje. Pascal, ja. Ja. Oh, ja. Nee, Pascal deed ik ook. Nee. Oh, deed Pascal en Carmen. Maar gewoon in het kort, dat was de droomfabriek. Hè. En en de kampioenen was toen al... in, denk ik. En Bart, ja, die hadden gebrainstormd, denk ik. En Bart zei, als we die 4 vrouwen nu eens een playbackje laten playbacken. Maar dat was toch met jullie stem wel, hè? Dat was wel met onze stem, ja. Ah, ja. En, ja. Ja. Ja, ja, maar ja, dat zingen, dat was dan wel wat ingezongen. En ieder naar zijn personage aangekleed. Mm-hmm.
En dat was eigenlijk wel heel, heel leuk, moet ik zeggen. Want dat is toch ontploft? Ik dacht, oh jongens, oh, ik zingen, want ik kon vroeger zingen, maar ik was dan wel een roker. Dus ik had, mijn stem was gedaald en ik, ja, ik kon echt niet meer goed zingen of zo. Dus ik denk, oh, zingen. En, maar goed, ja, oké. Okay. Ja, ze hadden dan toch liedjes gevonden die zo wat, hè, naar onze stem gekozen waren. Maar eigenlijk was dat plezant. En dan, ja, ik weet eigenlijk niet, dan is dat ja, ontploft. Ik weet zelfs niet hoe. Ja. Maar ineens werden we gevraagd om één liedje, alleen één medley, overal te gaan zingen. Ja. Ene. Met een dansje bij. Jezus, ja. Een dansje bij. En uw bisnummer was ook dat liedje nog eens. En was terug dat liedje. En dan op de foto gaan en handtekeningen. Hè. Ah, ja. En dan was het half uur vol. Want ja, dat liedje, dat was, wat weet ik, 3 of 4 minuten, die medley. En dan was het gedaan. Hè. Ja. Maar er is toch ooit wel een full cd geweest ook, is dat niet? Ja, op den duur waren er 6 liedjes en 6 dansjes. Wat zweet, bloed en tranen voor die dansjes allemaal te leren. En dan, ja, dan hadden we een full. Allee, ik bedoel, dan hadden we iets meer om op te treden. Iets meer om op te treden. Dat was. Maar dat was heel vermoeiend, hè, want het was vrijdag. Oeh, ik krijg een kramp. Moet je recht staan, Danny? Moet je recht staan? Vrijdag, zaterdag, zondag. Dat was heel laat, hè, dat je dan thuis was. Hè. Dat was soms heel. Allee, ver. België is klein, maar toch ver Menen en de Westhoek, waar we dan gingen optreden. En dat was 's avonds. Hè. En waar kwam dat dan terecht? Oh. Overal, dat was. We kwamen, ja, overal, hoe moet ik dat nu goed uitdrukken? Er waren plaatsen waar dat Carmen haar ding deed. Mm. Ja, alleen ik bedoel, waar Carmen, waar het, laat ons zeggen, volkser was. Bij de scouts, bij de Giro, pannenkoeken, de meeste pannenkoeken bakken, dat waren zo van die dingen, in een tent. En dan kwamen we daar dansings en dan waren het de 2 Annekes, Bieken en Doortje, de jonge vrouwen. En dan kwamen we toch, als het iets chiquer was, zo gezegd. We zijn eens bij Renault geweest bijvoorbeeld, in Vilvoorde, dat een directeur er was. En dan was het Pascal die een koepje champagne vroeg en met de directeur danste, zo. We hadden ieder ons ding. Maar het werd wel een beetje veel, hè, want we hebben zo'n hele zomer alle tenten aan zee gedaan. Serieus? Ja. Amai. En dat was. Dat is echt. En, het, ja. En we waren de kampioenen, hè. Iedereen kende ondertussen de kampioenen. En als wij zeiden: oké, we hebben ons ding gedaan en we hebben handtekening op de foto, dan wilden we naar huis, maar er was niemand die onze agent was. Dus had geen manager? Nee, geen manager. En dan waren ze een beetje kwaad dat wij doorgingen. En dan hebben we toch iemand genomen die zei, oké, en nu gaan de meisjes door. En dat was hij het. En dat was ook een zij. En dan konden we met goed fatsoen verder, alleen naar huis gaan, zonder dat ons dat kwalijk genomen werd. Ja. Maar wij hebben echt ook wel heel veel plezier gehad. Hè? Maar dat was echt veel. Ik weet niet hoeveel. Maar dat heeft toch van 93 tot 96 heeft dat toch geduurd, dacht ik. Mm. En dan inderdaad met de Jan Leijers. En was dat dan zo'n busken of ging je daar dan allemaal? Want dat was, soms kwamen we apart. Ah, dat was zonder GPS in de tijd nog, hè? Nee, dat was dus echt met de kaart, met de landkaart naast u zien. En dan zoeken, want dat was niet altijd evident. Een scouts. Ja, feest ergens in een veld, in de middle of nowhere. Ja, dat was zoeken, hoor. Ja, en wel, was er toen al gsm, dat weet ik zelfs niet. Ja. Nee, daar konden we nog niet naar elkaar. Jawel. Nee, in het begin niet, hè. 1993 nog niet, dacht ik. Ja. Was gsm. Nee, nog niet. Nee. Dat had ik zeker niet. Nee. Ik denk dat zo wat algemener is geworden, zo eind jaren 90 begon begon. Dus dat was zien dat we dan daaraan kwamen. Ja. Allee, dat we daar geraakten. En, maar dan komt het toch echt op de zotste plekken. Allee. Ja. Dat is wel. Echt op de zotste plekken. Ja, we hebben het ook meegemaakt dat we echt in een dansing, dat we echt bodyguards hadden. Omdat iedereen wou dan op de foto. Dus dat was dan echt aanschuiven. En dan, dat was echt. Voor mij waren dat Franse bodyguards. Zo gasten mee, zo
een barbe, hoe noemen ze dat, zo netjes, alleen niet geschoren, maar een beetje 5 o'clock shadow, zo, allee, zo, zo ja, een beetje ruig, zo, maar ja, niet lang. Zo'n beetje Franse acteur, ja, ja, zo. Ja, ja, die hielden dan de mensen tegen, de jonge gasten tegen. Ja. En hadden veel touche? Van de iets oudere heren, hè. Ja, want gaat uw anticonceptiekostuum aan? Ik had mijn anticonceptie. Wow, dat was dan wel een schoon lange broek met een chique blouse. Of nee, we hadden dan ook pakjes. Hè, als we dus die verschillende medleys deden, hadden we... Ja, verschillende ja, we hadden Latin, ja, we hebben echt leren pakjes gehad ook. Hè. Ja, ja. Allee, dan niet. Ik heb dat niet meer. Ik denk dat ik het heb gegeven. Echt leren pakjes, ja. Met fruit op ons hoofd. Dat waren de Latin American... songs, hè, die we dan deden. Allee, hoor. Ja. En deed je zelf je styling ook? Werd dat dan zo onderling overlegd van, nou ja, voor deze nummer gaan we dat aan doen? En... God, wie deed dat? Ja, of had iemand? Iemand ah, ja, want dat is wel moeilijk om... Ik denk zelf dat Machtel dat deed. Ah ja, Machtel Bok. Ja, dat die toch de styling deed. Ja, want voor elke medley hadden we eigenlijk een ander pakje. Maar ik was natuurlijk, als we een hoop hadden, deden we maar één pakje aan. Dan kozen we welk pakje dat we aan. Ja, dat is echt, we hadden ja, 3 of 4 verschillende outfits. Amai. Maar ja, allee. Maar ja, dat is toch echt ook wel zo weer iets zot dat is ontstaan. Dat is toch echt iets. Ja, maar dat is zo gerold, hè. Dat was niet de bedoeling, absoluut. En hoeveel jaar hebben we dat gedaan? Wel 3, ik denk tot 19, van 93 tot 96. Ah, ja. En dan hebben we gezegd, ja, maar nu gaan we ermee stoppen, want het werd ook een beetje veel. Ja. Maar dat is, stel, ik denk, ik ben daar zeker van, mocht je vandaag zeggen van, we doen dat opnieuw? We hebben het nog 1 keer opnieuw gedaan. Wanneer? Dat weet ik niet meer. Voor televisie, met Bart. Ja. Ah, ja. We hebben het nog 1 keer, maar ik weet het. Ja, we hebben het nog 1 keer gezongen. Maar de Droomfabriek komt wel terug, hè? Ja, weet je. Dus het zou kunnen, hè? Ja, misschien moeten we een oproep doen aan Bart Peters. 30 jaar later. Mijn droom is dat de Championettes nog een keer terugkomen. Ja. Bij deze. Ja. Dat zou wel cool zijn. Nu toch weer? Ah, ik denk... Oh, ik weet niet meer voor welk programma. Oh, zo erg. Maar ik weet dat we in de... Nee, dat was het eerste. Dat we in de zaal zaten. Of was dat nu als we terug... Enfin, dat we in de zaal zaten en dat we... Ah, daar zijn de kampioenen. En dat we dan terug... Daar hadden we wel een pakje aan. We hebben het nog eens teruggedaan voor Bart. Was dat nu met een viering van Bart, geloof ik? Zoveel jaar bezig. Ik denk dat dat was. We hebben het nog eens teruggedaan. Maar stel nu dat het vraagt. Stel nu, Danny. Allee, jongens. Rebecca? Ja, uit zottigheid. 1 keer. 1 keer, oké. Okay. Ja, bij deze... Misschien... Alhoewel, ik weet niet of dat... Ik ben hier gewoon redactiewerk eigenlijk aan het doen voor de Droomfabriek. Ik werk daar niet voor, maar... Ik denk dat veel mensen daar wel blij mee zouden zijn. Want dat is ook iets wat ik voel, Danny. Als ik nu met Herman buiten kom... Allee, we gaan buiten. Nou ja, is iets gaan drinken of gaan wandelen of weet ik veel wat. Dan heb ik wel het gevoel dat die kampioenen zo nog meer graag gezien worden. Nog meer, hè. Het was al veel, hè. Dat mensen zo... Hoe komt dat, denk je? Ja, komt dat zo Vlaams is. Ik bedoel, wij zijn echt zo in de huiskamer. Wij zaten in de huiskamer zoals dat de mensen naar het weer keken, denk ik. Mm. Mensen keken ook altijd naar, ah, welk weer is het morgen? Mensen keken ook zo naar de kampioenen. Ah, kampioenen. Een half uurtje. Ja. Of voor de kinderen, of met de kleinkinderen. Nog altijd. Of, ja, nog altijd. Of de studenten. Ik heb nu weer gehoord, 2023. De studenten studeren en een break. 2 afleveringen van de kampioenen. Oké, verstand op 0. Mm-hmm. Ontspannen en dan terug studeren. Ja. Ja, ik heb zelfs al mensen die zo... Jonge mensen die zeggen van... Ah, ik ga onder de douche. En dan zet ik op mijn iPad zo in de verte kampioenen op... Ja. En dat geeft zo een of andere rust eigenlijk of zo. Zou ze daar nu toch eens een studie mogen over maken. Of subsidies. Ja. Ja, dat is echt volksgezondheid, echt volksgezondheid. Waar. Ik heb dat het gevoel dat mensen daar gelukkig van zijn of worden. En zo de meer, de mensen niet van hier, die hebben een beetje Nederlands. Oké, okay, ja, leren Nederlands. Niet het perfecte Nederlands, maar die toch Nederlands hebben geleerd door er naar te kijken. Dat is ook heel tof, hè. En ook, je krijgt ook direct de cultuur mee, hè. Ja. Zo de cultuur, dat mensen met elkaar... Het is uitvergroot, maar dat is zo... Maar dat word ik nog zo in Antwerpen wel aangesproken door de... denk de Turkse jongens of de... Of meisjes, of de vrouwen, of de Marokkaanse vrouwen. Ja. Ja, ja, ik heb het nog gisteren bij ons in het dorp. Ik wou wegrijden van de supermarkt en naast mij
bonken, bonken in een auto en die stapten uit. Dat was een Marokkaanse familie die Nederlands praat. Die zei, oh, wij zijn zo'n grote fan, mogen wij op de foto. Echt, met een klein babytje. Ja, ja, oh, en wij kijken altijd. Wij kijken, wij vinden dat zo, zo grappig. Kijk, leuk, voilà. Hè? Ja, dat is toch dat, tof? Ja, brengt samen dan, hè. Ja, ja, eigenlijk. Dat is tof, hè. Heb je daar ook bij stilgestaan toen dat je daaraan begon? Dat je, ja, dan neem je ook wel afscheid van anonimiteit, hè? Ik heb daar nooit aan gedacht, omdat ik er nooit vanuit ging. En ik weet ook niet, mijn collega's, ik kan niet voor hen spreken, maar ik heb nooit gedacht dat dat zo ging worden. Ik vond het wel fijn om op televisie, want ik had 17 jaar theater gedaan. En nog eens een keer als ik jong was, tienerklanken gedaan. Maar voor de rest niks, omdat ik zoveel werk in theater had, gelukkig. Maar ik denk, oké. En het theater waar ik in zat, dat stond een beetje op apengapen. Dat is dan daarna ook ontbonden. Dus ik was blij eigenlijk dat ik werk had. Maar goed, ja. Ik had nooit, nooit gedacht dat ik... Dat zo'n succes ging worden. Ja. Nooit van mijn leven. Maar nee. En ik weet niet, dan er ook niet. Want ik las het en ik vond het wel grappig. Maar ik vond het ook niet zo grappig. Maar oké, het moet toch nog ingevuld worden. Mm. En uiteindelijk hebben we het dan toch wel goed ingevuld. De eerste vier afleveringen ging het ook nog maar traagjes. En dan denk ik van de vijfde aflevering dat het goed begon te lopen. Maar ik denk dat niemand gedacht had. Ik denk ook de producers een jaar en misschien... Nog een jaar, nog een reeks, hè, 13 en misschien nog een 13 en dan zullen we wel zien. Ja. En dan is het begonnen natuurlijk. Heb je daar ook rollen door gemist, denk je? Door daar dan, want ja, je zei daar straks van je haar, ja, je mocht dat niet verven bijvoorbeeld om iets anders te doen. Is dat, ja. Of heb je daar niet echt... En ook eens dat we daar echt mee bezig waren, ja, dan waren we al een beetje verbrand, hè. Of vind je dat erg? Ik heb nog wel tussendoor, nog wel, maar niet veel theater. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het toen wel een heel goede combinatie. Ik was bezig met werk en ik had eigenlijk nog wel goed tijd voor mijn privéleven. Mm. En ik vond dat eigenlijk ook wel belangrijk. Ja. 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 Ik heb nog wel maar heel weinig. Heel weinig dingen. Het is, ja, eigenlijk pas na de kampioenen dat ik echt terug begin te spelen. Ja, toen zijn meer theater weer beginnen maar doen. Ben ik, hè? Ja, echt veel, veel theater terug beginnen spelen. Goed, hè. Ja, Frank wordt Francine, hè, dat was het laatste. Dat was het laatste. Hoe komt dat dan niet, denk je, dat zo het serieuzere theater, die hebben het denk ik veel moeilijker dan hè, wat Jeroen Maas doet nu met Frank wordt Francine en Sven de Ridder bij de Sven de Ridder Compagnie. Die zalen lopen vol. Als ik zie hoeveel dat jullie gespeeld hebben ook... Ja. Dat is toch zot, hè? En die zalen zitten vol. Ja, misschien is het ook omdat... Ja, hoe komt dat, denk de je? De tijd is, hè. Ik bedoel, als je een beetje naar het nieuws en aan de televisie kijkt, dan is het allemaal kommer en kwel. Ik denk dat... Maar het moet wel goed geschreven zijn. Maar als het een goede comedy is, denk ik dat de mensen daar echt van kunnen genieten. Alhoewel, een goed ernstig stuk is natuurlijk even goed genieten en snoepen van theater. Ja, ja, ik weet het niet. Misschien dat de mensen... Ja, als ik over Jeroen spreek, die heeft natuurlijk echt zijn stempel gedrukt. In West-Vlaanderen is hij echt... Mensen weten, als ze een stuk nemen van Jeroen, dat het... Mensen komen kijken, mensen vinden het goed. Mm-hmm. En ook lachen, het is comedy, maar altijd wel comedy met een klein maatschappelijk onderwerp erin. Ja, maar die heeft daar ook moeten aan werken natuurlijk. Ja, voilà, uitbouwen. Maar... Ja, want, en ik vind het spijtig dat het zou eigenlijk moeten voor alle theaters moeten gaan, vind ik. Ik vind dat er een groot aanbod... En er is een aanbod, maar ja, mensen... Ja, je kunt ook maar een beperkt aantal dingen kiezen ook. Kiezen en ja, theater is ook niet goedkoop. Ik bedoel, voor sommige mensen is dat ook niet... Niet goedkoop, hè. En speel jij graag reisvoorstellingen? Want een reisvoorstelling betekent van, je zegt zelf van West-Vlaanderen. Ja. Dus dan moet je daar naartoe gaan. Ik heb dat eigenlijk heel mijn carrière gedaan. Dus ik weet wel wat dat inhoudt. Alleen nu de laatste reeks had ik zoiets van, oei, ga ik dat wel aan kunnen? Is omdat dat echt wel pittig was. Dat waren er 79 en dat is echt wel... Dat is veel, dat hè? Is veel en er waren soms twee per dag en dan is het echt veel. Maar ik heb aardig wat B&B's in West-Vlaanderen leren kennen. Heel fijn, ook weer nieuwe mensen die dat uitbaten. Dat was eigenlijk heel, heel tof wel. Maar ik weet niet of dat ik dat nog lang... Ja, het is echt wel pittig, ja. Want is dat zo, Danny,
Je zegt dan van, ja, ik ben gestopt met roken, heb je daar straks gezegd. Dus ja, daar stopt je mee. Dat is goed, dat is flink. Ja. Iedereen zou dat moeten doen. Maar kun je dat ook met theater? Zou dat kunnen dat je op een dag zegt van, oh, ik ga daarmee stoppen? Ja. Maar moeten ze u eraf kloppen? Misschien moeten ze mij eraf kloppen. Maar ik hoop dan dat ik voor mezelf dat kan uitmaken. Of dat heel goede collega's zeggen, nu moet je gaan stoppen. Het is niet meer goed. maar nu... Omdat ik het, natuurlijk, ik heb een heel goede reeks achter de rug. Ik heb in een heel tof stuk kunnen spelen. Met heel, heel leuke collega's. Dat was een heel goed team. Dat is allemaal goed verlopen. Iedereen vond het goed. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het maximum. Allee, dat is het beste van het beste. Ja. Hè? Een goed stuk, goede regisseur, goede collega's. Je speelt het goed. Iedereen, het is goed gecast. Iedereen vindt het goed. Mensen zijn zeer enthousiast. Ja, wat kun je nu nog meer hebben op die moment? Mm. Dus ja, natuurlijk. En daar kom ik van. Dus dan denk ik, ah ja, oké, volgend jaar. Ik heb wel iets volgend jaar en in 2025. Ja, komt er ook al iets. Dan denk ik, oh ja, ja. Echt? Ja, ja. Dus goed, eigenlijk goed. Ga jij nooit stoppen, hè? Want ja, ja op zich kun je met pensioen gaan. Je zou kunnen zeggen, oh, ik ga naar Griekenland met Frank en... Ik ga daar overwinteren. En... Ja, maar hij is ook nog bezig. Hij doet zijn job ook heel graag. Dus hij is ook nog bezig. En ja, nu kan ik ook wel wat kiezen in die zin dat ik zeg, oh, ik wil zoveel maanden vrij hebben, omdat ik, weet niet, naar de vriendinnen of ik ga studeren of ik weet niet wat. En dan één ding, dat is genoeg. Ik moet geen heel jaar... Trouwens, ik bedoel, er zijn jonge mensen die klaarstaan, hè, om dingen te doen. Maar jij bent ook een bepaald type, hè? Ja, tuurlijk. Maar ja. Dat jonge dat mensen waar. Niet kunnen doen. Ja. Ja, en als het geen absurde comedy is, hebben ze toch wel nog mensen van leeftijd nodig. Als je dus echt naar de absurditeit gaat, dan kun je een grootmoeder hebben die bij wijze van spreken een actrice van 30 jaar is. Hè? Ja. Dus dan is dat allemaal niet... Allee, dan kan je dat zo doen. Maar misschien, ik weet het niet. Als ik nu, dan denk ik, oh ja, laat mij, als het hierboven allemaal nog gaat, en als mijn minuscussen nog mee willen, dan ga ik nog door, tuurlijk. Ja, want je hebt het ook druk. Ja, mensen, ik weet niet of dat mensen... Ja, wel, mensen weten dat wel van jou, denk ik, dat jij wel... Je hebt daarnet ook al gezegd van, je hebt veel dieren. Hè. Je bent zo'n beetje de Pippi Langkous van Vlaanderen. Ja. Hè. Je hebt, als je zou willen, zou het paard in je living staan, hè, bij wijze van spreken. Ja, absoluut. Want daar steekt je toch ook wel veel tijd in. Ja, want dat is echt hobby, hè. Dat is heel ontspannend. En dat houdt mij ook in beweging. Hè. Ja. Allee, theater ook. Hè. Mm-hmm. Theater beweegt ook en dingen. Maar dat houdt mij ook in beweging. Dat doet mij fietsen ernaartoe. Dat doet mij stappen. Dat doet mij nog paardrijden. Als ik heel veel... Als ik niks te doen heb. Ik heb nu maanden... En kruip je daar ook nog op? Ja? Nu. Omdat ik maanden niks te doen heb. Als ik aan het spelen ben, durf ik dat niet. Ah. Nee, als ik aan het spelen ben, doe ik dat niet. Want je weet nooit... Ja. Je weet nooit, ik ben ooit eens van een grote afgedonderd. Gelukkig begin juli, september terug kampioenen. En ik was in september terug genezen. Amai. 2 maanden. En te revalideren. Je durft er echt wel nog op kruipen. Ja, op mijn oude wel. Hè. Allee, die heeft me... Jawel. Ja, ja. Maar ik laat eerst een jong meisje... ik ga er niet, als die dus weken heeft stilgestaan, ga ik daar niet... Ah, ja. Zo, dan laat ik even Jentel, die rijdt ermee, laat ik die even dingen en dan gaan we buiten rijden. Ja. 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 Dat is wel, ja, ik durf daar niet op. Hè. Allee, ik durf alleen maar op de paardenmolen. Nee, dat is wel schoon op de paardenmolen. Ja, ja. Is dat iets wat jij ook van vroeger al had, zo dieren? Of heb je dat op... Ik heb dat van vroeger gehad. Ik had thuis nog geen goudvis. Hè. Ah ja. Niks. Ik weet niet van waar dat komt. Ik weet wel dat mijn vader een heel grote natuurmens was. Ja, maar dan wandelen. Die nam mij mee naar het park en alles. En naar de dierentuin. Maar ik weet niet... Enfin ja, papa was inderdaad een hele grote natuurmens, maar niet zo direct van dieren. Maar hij nam mij wel mee naar de dierentuin. Mm-hmm. Misschien omdat ik als kind daar al toch mee naar bezig vroeg, was. Ja. Mijn moeder, dat was meer de cultuur. Maar mijn vader... Maar ik heb dat altijd gehad... Ik heb altijd, maar daar kon geen sprake van zijn op het appartement waar dat wij woonden. Mijn moeder had een fulltime job, mijn vader ook. Dan was dat dier altijd, neem nu nog maar een poes. Altijd alleen thuis. Mijn mama die dan zo
Pietje juist was voor haar meubels en haar... Hè. Dus ik zeg het, ik heb... Enfin, een goudvis is ook niks, zei ook Garmen in zo'n bokaal. Maar dat was bij wijze van spreken. Dus als ik op kot ging, dat was het eerste dat ik had. Dat was een poes. Ah, serieus? Ja. Ah, ja, zo is dat begonnen. Zo is dat begonnen, had ik een poes. Ja. En hoe heette die? Dat was een poes van een collega. Die naar Nederland was verhuisd. Uki. Ja, een lapjespoes. Ah. Maar die is dan, ik woonde op vierde verdiep, die is dan naar beneden gevallen. Ja, dat was dan al het eerste. Ja. Ja. Ja, ja, ik dacht wel dat jij daarmee zou lachen. Ja. Oh, dat niet. Maar ondertussen, ja, ik kan dat nu zeggen, ondertussen heb ik zoveel dode dieren meegemaakt. Omdat ik er zoveel heb gehad, heb ik echt, ik denk 25, 30 dode dieren al meegemaakt. Dus ik kan mij daar nu ook wel over zetten. Dat is wel een tragische, hè? Als dat uw eerste dier is. Nou, dat was mijn eerste, ja, dat was. En die valt uit het raam. Hoi. Ja, echt, ja. En ik keek dan en ja, dat was... Enfin, ja, de brandweer heeft die dan daar dan gaan halen. Want ja, dat was zo in een koker. Och, enfin, ja, goed. En dan heb ik... Ja, dat is typisch geitra. Je schiet dan in een lach. Ja, maar ja, goed, ja, enfin, ik zie dat als voor mij. Je ziet het voor mij, ja. En dan heb ik in een ander kot heb ik ook eentje gehad. Die heeft dan heel erg een nest jongen in mijn bed gelegd. Oei. Ja. Oh, ja. Die heb ik allemaal kunnen weggeven dan. En zo is het stilletjes aan. Maar ook niet meer, want een hond... Allee, ja. Jij hebt ook wel... Allee, zolang ik je kende, heb je altijd wel honden, paarden. Ja, maar dan woonde ik al buiten. Hè. Zoals dan een zwijntje. Echt wel... Ja, twee zwijnen. Ja, veel. Zwijnen, ja. Nee, maar dan woonde ik al buiten. Hè. Dan had hij een tuin. Ja. Ja, want dat lijkt mij zo zwaar. Ik weet nog, als je een hond stierf, ik was daar zelf ook wat triestig van. Ja. Als je die dan zo in de ogen kijkt, die beestjes, en die zijn zo... Ja, dat lijkt me daar zo moeilijk aan. Je weet ook, die worden moeilijk. Maar al mijn dieren zijn allemaal heel oud geworden. Buiten mijn eerste paard. Enfin, dat was eigenlijk ook al oud, maar dat wist ik niet juist. Maar die zijn allemaal oud geworden. Ja. Dus dat wil zeggen, die hebben allemaal een goed leven gehad. En dan is dat wel... Ja, makkelijker. Dan is dat makkelijker. Dat doet altijd zeer, natuurlijk. Maar dan is dat oké. Okay. Die heeft zijn leven gehad, die heeft nu pijn. Je moet daar iets aan doen. Mm-hmm. Ja. Maar dat heb ik moeten leren, want ik was daar een heel flauw madame in. Maar als je dieren graag ziet, dan moet je als die afzien, moet je die euthanaseren. Dan moet je dat doen. Ja. Want je moet aan het dier denken, niet aan jezelf. Maar dat heb ik vrij vlug geleerd. Ja. Er is dan ook, denk ik, wel een dierenarts verloren gegaan. Ja, maar ik kon geen scheikunde. Ik was heel slecht. Ja, ik wou dat. Ik wou theater doen. Dat was een doen, optie. Theater doen, of dierenarts, ja. En wetenschappen tot daartoe, maar ik kon absoluut geen scheikunde. En wiskunde ook zo niet. Maar het is gelijk, de dierenarts, het is eigenlijk scheikunde en fysica. Mm-hmm. Dat je eigenlijk heel goed moet kennen. En... plus de eerste keer dat ze bloed bij mijn eerste paard trokken, ben ik flauw gevallen. Ja, oh, dat moet er niet. Ja, maar dat leert je misschien ook nog wel. Maar ja, maar dat had ik ook heel graag gedaan. Maar ik denk dat ik daar te flauw. Ja. Als ik zie tuurlijk, dat zijn andere dieren die niet van u zijn. Maar ja, je moet echt. Ik ben scheikunde. Oh. Ik leerde de formules van buiten en zo was ik er dan door. Oh. Alles werd zo wat gevoefeld. Ja, ja, die leraar, dat was ook wel een hele grappige, maar ja. Ik heb daar niks van geleerd, van die mens. Nee, er was geen chemie tussen jullie. Nee. Goed, Petra. Hela. Ja, maar daar zit je heel goed in. Hè. Nee, dat was soms echt absoluut niet. Oh. Ja. Nee, maar ja, dat hoeft niet, hè, Danny. Je hebt toch je pad gevonden. En ja, absoluut. Je hebt het wel waargemaakt. Ja, ik denk, ik heb nog verleden week, ik weet niet meer tegen wie ik gezegd, ik ben echt een zondagskind. Ik bedoel, ik heb buiten de dingen in het leven die logisch zijn, als uw ouders heel oud worden, dan sterven die. Maar voor de rest, en een paar goede vrienden en zo, maar voor de rest heb ik eigenlijk nog niet erge dingen, niet. Geen echte erge dingen meegemaakt in mijn leven. Als ik nu de Oekraïne zie en allee, wat die mensen moeten doormaken. Nee, maar ik ben een zondagskind. Echt. Ja. Echt, allee, als ik nu zo zeker de laatste jaren, kampioenen ook, maar dan na de kampioenen ook allemaal zo leuk werk met toffe collega's. Ja, dat is waar. Dat hoofd dat nog goed meegaat voor teksten leren.
Dat is zo plezant. Is dat ook iets dat je soms denkt van, oh, ik hoop dat dat nog... Wel, ben je daar bang voor? Of? Ja, ik ben daar bang voor, want ja. Mijn moeder heeft Alzheimer gehad, hè. 10 jaar zelfs. Ja. Wel heel laat begonnen, maar uiteindelijk is dat wel erfelijk, hè. Allee, ja. Ze weten het eigenlijk nog niet goed. Ja, dat is zo nog wat gissen, hè. Ja, en ze was bijna 88 en dan is dat toch... En niet gewoon ouderdomsdementie, ze is onderzocht en het waren echt de witte plekjes in haar hoofd. Ja. En daar heb ik, dat is... Ja, ik weet wat het is, hè. Ja. Het is ook een groot stuk van wie dat je bent, door zo teksten van buiten te leren. En ja, je gebruikt dat ook wel veel, hè. Allee. Ja. Maar goed, dat is een goede oefening, hè. Ja. Ja, het is een goede oefening natuurlijk. Ja, dat vind ik dat je altijd, dat je die teksten kunt leren. En weet je, als het goed geschreven is, maakt het, maakt het voor jezelf gemakkelijk. Allee, maakt het makkelijker als het goede dialogen zijn. Plus ja, als je dan de comedy speelt nu, niet in het Nederlands, maar in je dialect, maakt het nog makkelijker. Ja. Plus je leert nog altijd als je bezig bent... Want natuurlijk, ik heb mij wel moeten aanpassen aan de, niet aan de jongere generatie, maar aan de tijd dat theater, vroeger kon je 6 weken repeteren, hè, voor je een stuk. Ja, alles wordt korter. Oké, dat was 's morgens repeteren en soms in de namiddag een ander stuk spelen, als je in een reizend theater zat. Maar nu is het, je komt bijna met gekende tekst, want... 20 repetities en het moet er staan, hè. Dat moet u dan wel aan aanpassen. En hoe leer je dat dan? Doe je dat bijvoorbeeld, lees je dat in? Thuis. Lees je dat in en luister je dan? Of hoe doe je Nee, ik leer dat. Ik leer dat en op een gegeven moment, ik ben heel visueel ingesteld. Ik kan zien die bladzijde, daar, dat is die eerste tekst. Help, en dan ben ik weer. Ah, echt? Ja, dat is visueel. Ik had dat met mijn, in de humaniora ook, als ik kon heel goed van buiten leren. Fotografisch geheugen eigenlijk. Ja, ja. Voilà, dat is het juiste woord. Ja. Fotografisch. Ja. Amai. Ja, en daar ben ik zo met mijn wiskunde ook dan doorgeraakt. Van, alleen meetkunde, dat heb jij nooit gehad, maar ik kreeg ik heb meetkunde. Toch, meetkunde. En driehoeksmeting. Nee, dat heb ik verpast. Van driehoeksmeting, ik leerde dan de theorie van buiten. Mm-hmm. En dan moest je ook nog een vraagstuk. Alleen dat waren dan theorie en dat was dan de oplossing. Dat kon je dan leren, maar dan kreeg je theorie en een andere praktische dingen. Dat kon ik dan niet. Maar ik kon dan al die theorie en dan had ik net de helft. Amai. Ik ben totaal niet chaos qua logica. Niks, hè. Tot, hè. Ik ben geen logisch persoon. zeg Danny, je zet u ook in voor goede doelen. Ik heb dat met Herman er ook over gehad. Die krijgt ook heel vaak vragen. Hij is hier ook al eens geweest in de podcast. Ja. En dat is soms moeilijk. Je kunt niet alles doen. Hoe gaat dat bij jou? Zeg jij op alles ja of nee? Nee, maar ik denk dat ik ook niet zoveel vraag krijg dan Herman, hoor. Maar ik heb er een paar. Ja. Een paar, dat zijn er toch een aantal? Een paar. Ik heb een stuk of 3, denk ik, ja. Waar ik dan meter van ben, hè. Ah, ja. Ja, waar ik al de bodywerking niet, spijtig genoeg, eigenlijk niet genoeg gekend. Want die doen echt goede dingen. Want ik bedoel, mensen met een psychische kwetsbaarheid, zo wordt het genoemd, we kunnen allemaal in een depressie geraken. En wij hebben misschien allemaal vrienden en familie die ons kan opvangen. Maar er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn en die geen netwerk. Ja, wat is een vangnet hebben. En dan is een buddywerking heel goed. Dat zijn buddies die gaan met die mensen, al is het maar een tas koffie drinken, om de 14 dagen of eens naar de film, dat die mensen uit hun isolement geraken. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. En daar zet je dan meter En daar ben van. Ik meter van, ja. Ja. En dan is er nog een... Make-A-Wish doe jij ook soms, hè? Make-A-Wish, ja. Maar dat is nu lang geleden. En dan heb ik nog de Ja, Burkina Faso, dat is dingen, dat is gewoon de christelijke mutualiteit in Ruppelmonde. Die hebben mij ooit een keer aangesproken. En dat vind ik ook zeer goed. Dat is dan buitenland wel, maar die mensen gaan naar ginder. Ja. Dus die kunnen zien aan wat dan hun geld besteed wordt. Ik krijg daar ook altijd de mails van, die directeur van ginder in Burkina Faso. Die schrijft, voilà, dat heb ik uitgegeven en dat hebben jullie betaald. Heel transparant. Dus dat is echt heel transparant. Dus dat vind ik echt heel fijn. Maar je doet er ook een paar. Je zegt niet van... Ik doe er een paar. En ik geef ook wel... Ik krijg nu heel veel. Je krijgt zo 1 binnen. En dan krijg je er heel veel binnen. En ik... Ja,
ik stort nog... Ja, ik zeg het, ik ben een zondagskind. Ja. Ik heb het financieel, is het allemaal oké? Dan kun je toch wel wat delen. Ja. Met mensen die... Maar misschien, pardon, niet genoeg. Want inderdaad, jij hebt mij er een opmerking gemaakt. En je hebt gelijk dat er in België ook mensen zijn die in armoede zitten. Ja, dat is omdat ik nu bezig ben met... Via mijn job voor pak je van je hart. En ja. De verhalen dat ik hoor, denk ik, amai, wauw. Ja. En daar hier is ook wel veel nood aan. Ja, maar dat is ook zo. We gaan dikwijls veel te ver. Ja. En dat nee, maar dat kan ook. Dat is ook wel logisch. Hè. Maar hij zegt van, ja, geven, Danny. Ja. Je kent de podcast. Hè. Op je lange ritten naar theaterstukken zult gaan naar de Frietcast geluisterd hebben. En als je dan tot op het einde luistert, dan is er altijd een cadeau. Ja. Ja. En voor u is er ook eentje. En dat is altijd, hè? Heel geestig. Ik vond dat altijd zo geestig. Ja, ik hoop dat je dat blijft vinden nu. Ja. Amai, in de kleurken is al. Ja, roos is mijn kleur. Hè. Ik weet ook niet... Ja, mijn dochter heet ook Roos, dat is eigenlijk toevallig. En zo wordt dat dan rozer. Hè. Het is eigenlijk... Je bent een comedienne. Ja. De comedienne misschien van Vlaanderen. Oh. Ja, ik vind dat wel. Dus maar vandaag word je omgedoopt tot... Friterienne. Oh, wat dat is geestig. Oh, en een schone. Een grijze. Een grijze. Ik vond dat mooi passen bij de kleur van uw ogen ook. Ja. En bij mijn haar. En bij uw haar. Ah, wel ja. Bij heel het geheel, hè. Ja. Ja. Omdat, Danny, je staat 50 jaar op de planken. Ja. Je bent comedienne. Dat valt niet te ontkennen. Dus vanaf nu ben je ook een beetje... Een friterienne. Vind je het goed? Heel goed. Okay. Oh, geweldig. Ja. Ja. Ja, maar ik weet dat is altijd een cadeautje. En ik vind altijd, waar haalt het? Dat waar is blijft soms, het halen? Bij u was het niet gemakkelijk. Maar we kennen elkaar ook super, super goed. En dan is dat altijd moeilijker. En toch moet je toch altijd naar de kern van de mens gaan, denk ik. Ja. En zo. Dat heb je heel goed gedaan. Ja. Het was, ik was eigenlijk onderweg naar de plek waar ik die laat printen. Ja. En het was er nog niet, het idee. En tegen dat ik er toe kwam, met Herman gebrainstormd, waren we er. Voor Danny. Maar daar zijn jullie echt heel goed in, hè? Ja. Herman en jij. Ja, wij zijn gewoon een geweldig team, hè? Ja, alleen zou ik het ook niet kunnen, want soms zit je zo vast met een idee. Ja. En dan, of hij zit met een idee en dan moet je pingpongen en dan komen we er wel uit. Hè. En tot hiertoe, allee, zijn maar al het is altijd gelukt, hè? Ja, het zijn meer dan 40 podcasts. Ja, wel. Maar het is dat ik zeg. Ja, dat is al een jaar. En elke keer hoor en dan luister ik denk, en wat hebben ze nu gevonden? Ja, ja, dat is tof, hè? Vind je het goed? Ja, ik vind het geweldig goed. Friterienne. Oh, een beetje roze. Een beetje roze. Dat is mijn logo, hè. Mijn logo. Thank you very much. Op, ziet, ik ben weer al een zondagskind. Ja. Ik ben al een nieuwe schoon t-shirt. Ja, ik ga dat aandoen. Ik ga dat doen. Zeg, Danny, was dat ook de eerste podcast dat je inzat eigenlijk? Dat is de eerste in heel mijn leven. In heel je leven? Ja. Oh, allee. Cool, hè? Maagdelijk. Maar ja, het was... Daarom dat ik dacht, en dan nog met camera's. Ja, het is mijn camera. Ja, dat had ik niet gezegd, maar ja, nee, jij luistert altijd. Jij weet dat niet. Nee, ik zit in de... Vooral als ik lang rijd, dan luister ik. Ja. Dus voilà, ik wil u heel hard bedanken voor het vertrouwen. En, dat is heel graag. Ik vond het eigenlijk tof. Ik ben ook dingen te weten gekomen. Over toch? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Zo over vroeger en zo. Heb je het een beetje goed gedaan? Je hebt dat keigoed. Wel, de luisteraars mogen het laten weten. Heeft Danny het goed gedaan? Laat het weten in de commentaren. Maar eens dat ik dan ik begin dat te vertellen... Super eens dat ik begin te vertellen, ben ik weg, hoor. Maar dan iemand moet mij triggeren. Ja, maar ik heb je denk ik wel getriggerd, hè. Allee. Ja, het was tof. Okay. Ja. Championettes for life ook, Allee. Championettes for life. For life. Dat is echt for life, ja. Ja, dat is... Dat is echt... Dat is echt, dat is nostalgie, maar dat was wel een toffe periode. Eigenlijk was dat wel. Dat is toch zot. Ja, want uiteindelijk dan dacht ik, toen was ik al 40 jaar. Dan denk ik, je ziet mij nu staan met liedjes. En dan daarna film, alleen nog een paar films. Ik heb wel in mijn jeugd gezien. In Max. Max heb ik niet gezegd. Met Jacques Vermeijer had je ook nog. In Max. Met Jacques. En een heel klein ding. De eerste film, denk ik, van de Jan Vrijen. Boys. Maar serieus? Heel klein, ja. Oh, grappig. Ja. En dan nog eens in een andere... Nog in... Dat was ik nog heel, heel jong. En dan dacht ik, kijk, we zitten in Zuid-Afrika. We zitten in Frankrijk. Met een heel leuke ploeg. We mogen een heel fijn verhaal vertellen, dat is toch... Ja, de kampioenen, joh. Dat is... Dat soms, is magie. Ja, dat is een beetje... Ja, dat is magie. Dat is echt... Eigenlijk, dan denk ik zo...
buiten dat, dat ik nog veel van mijn dieren en van al mijn vrienden mag genieten en dat die lang goed en allemaal gezond blijven, moest ik nu doodvallen, dan heb ik toch wel wat meegemaakt in mijn leven. Stel het nog maar uit. Even, ja. Je zegt geen lapjeskat, hè? Allee, kom. Zo lachen met mijn lapjespoes. Ja, ik zeg ik hoor het ploffen, maar... Ja, dat is... Ja, ik heb een visuele humor. Ja, ik weet het. Ik weet het, Maar, het is niet, maar de feiten zijn ook verjaard. Ja. Hoe langer het geleden is... Allee, humor is ook een manier om te verwerken. Ik heb zelf ook gelachen. En ik zeg het, ik heb er al zoveel moeten begraven dat ik het op de duur... Ja. Allee, Danny, merci. Zullen we iets alcoholisch drinken? Ja, we zullen de podcast afsluiten en we gaan... Het is nu water, maar we zullen iets... Ja, ik wil een beetje alcohol. Oké, daar zijn we aan toe. Met Peter de Pauw.